Zou het gevaarlijk zijn als ik ook op zou rijden? Dan wordt het gevaarlijk als jij bang bent. Ja, voel dat water. Ja. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Regengasten. Ik ben Niels. En ik Martijn. En vandaag gaat Niels' kinderdroom in vervulling. Ja. Eindelijk. Want ik ga paardrijden. Jij ook. Ik ga ook paardrijden. Nou ja, het ding is, ik heb bij deze manege laten vertellen dat er een les is voor een half uur. Maar die kost wel geteld 26 euro. Nou, dat is veel te veel voor een gierengast. Dus wij hebben een plan gemaakt. We gaan ons voordoen als paardenkopers. Ja, maar Niels heeft het iets te serieus genomen. Serieus? Je moet gewoon goed overkomen als paardenruiter. Maar goed, we moeten eerst even een afspraak maken. En dan kunnen we daarna gewoon een proefritje maken daar. Een testloopje. Ja. Een hele goede dag. Ik spreek met Niels Hoosthoek. Hi, ik zag uw advertentie staan van een paard. Ja, de bruine ruin. Ja, ik ben wel geïnteresseerd erin. Maar wat hebben jullie in de aanbieding dan precies? Ja, voor 17.500. Ja, maar prijs speelt geen Rolex. Zou ik vrijdag anders gewoon langs kunnen komen, even kijken wat... Hartstikke goed, tot morgen. Oké, op naar Drenthe. We zijn er bijna, dus bereid je me voor. Want hier komt hij weer hoor. Honden bijten niet? Nee? Nee. Top. Hier de spreekjes en die doet het niet. Ja? Wat zeg je? We zijn van YouTube. Ja, ja, dat doen we ja. Ja. Ik wil paard rijden zo. Ja? Ja. Ik heb zelf van 16 paard gereden. Okay. En ik wil nu weer eigenlijk een paard gaan kopen en weer een paard rijden. Ja, ik ben wel geïnteresseerd. Dit is hem. Oh, nice. Nee, we hebben de auto hier om de hoek staan. Dat is heel wild. Ja, dat is fucking wild. Het is wel een mooi paard, man. Ja. Misschien wil ik hem wel. Ja, jij mag er ook rijden. Ik ga er eens even. Ja, ja. Kijk wat spannend dit doet, man. Hey. Hi. Mijn auto die deed niet, dus oh. Ik heb even vrienden opgebeld. Ik ben even opgetrommeld. Ja. Kan je met Slang en Trends rijden of niet? Wat zeg je? Met Slang en Trends, kan je daarmee rijden? Nou, het is voor mij 8 jaar geleden dat ik heb gereden, dus Ja, ik moet er even in komen. Ah, oké. Okay. Ik heb dat vroeger wel gedaan. Oh, nou, dan lukt het wel. Wel? Ja. Wat ik moet vragen. Ja. Maar vrienden die lopen hier op de kanaal. Ik vind het zonde van mijn tijd als het voor de gein is. Of voor YouTube. Ja, dat is een probleem. Ja. We zijn een video aan het maken. Ja, dus nou, laten we dan stoppen. Ja, excuses hoor, jongens. Martijn, we zijn gewoon herkend. Ja, en onze cameramannen die hebben ons verneukt. Ja, want jullie stonden zwaar in zicht. Ons hebben de schuld gegeven, je bent een herkend gast. Ja. Even één ding, heb jij dat paard gezien? Gozer. Daar werd ik bang van. Die zat de hele tijd met zijn poot zo, alsof hij een aanloop wilde nemen om ons aan te vallen. Je had je kop moeten zien. Nee, ik vond het echt doodzien. Was je erop gaan rijden? Had je het gedurfd? Nee, ik had het niet gedurfd. Ik had het niet gedaan. Nee? Maar we hebben nu nog een afspraak. Ja. Ik weet dat ik die heb gemaakt, maar als jij al helemaal in je outfit bent... Ja, vind dag. Ik dat, nee, jij hebt nog niet gereden. Jij hebt een afspraak. Jij wilt de paard. Ik ben niet geïnteresseerd in dat paard, gast. Ik wilde deze, maar ja. Jij hoeft er niet te boksen. Nu ben jij een lul. Klaar, dat is het laatste wat ik erover zeg. Nee. Ik kan het er ook niet serieus nemen. Kijk wat je erbij loopt. Wat? Zo loopt elke ranger erbij, gast, in Amerika. Ja, in 1990 in Amerika, ja. Let's go. Howdy how. Maar zijn er termen die we moeten opzoeken voordat we door een mand gevallen? Hoe gaan we dat toch gewoon doorheen bluffen? Teugels, volgens mij ook dat bij paardensport. Ze hebben hoeven. Ze hebben hoeven, scheenbeschermers. PK is toch ook iets met paarden? Paardenkrappen. Dus dit is één PK. Ja. Nee, oké, okay, ik wil gewoon even veel succes geven, hoor. Oké, dankjewel. Dit kan je niet. Dit kan je niet. Hé, jullie dit keer even onopvallend filmen, hè? Ja, goeiedag. Martijn. Hallo. Hoe dat bij je dan? Ja, die andere jongens die komen eraan. Ik zal een paar letten bijhalen. Ja, dan ga
gaan ze daar een zadel op zetten. En dan moet ik gaan paardrijden, gast. En jij gaat nu paardrijden? Ja, wat dacht je dan? Dat ik hem ging logeren. Het is echt een monster van een paard. En paarden die proeven wel angst. Hou die weg. Ik heb een paar wedstrijdjes gereden. Springen, maar dat zit er niet meer in voor mij, hoor. Maar af en toe maakt hij gewoon een sprongetje? Ja, ja, ik rijd BB met hem, dus ik spring wel met hem. Zou het gevaarlijk zijn als ik ook op zou rijden? Als je zonder ervaring? Dan wordt het gevaarlijk als jij bang bent. Ja, voelt het basis. Ja, ja, nee, ik zal je niet direct los laten rijden. Nee, gast, echt niet. Ik heb het echt met vrouw gepost. Dat is heel wat anders. Nee, maar die heeft controle. Die heeft controle. Maar je hebt echt acht jaar niet meer op een paard gezeten? Nee, acht jaar niet meer op een paard gezeten. Helemaal lang niet? Nee. Het is weer de eerste keer. Ja. Is het een beetje spannend? Natuurlijk is dat spannend. Tuurlijk is dat spannend. Ja hoor, graag. Ja. Ja. Oh. Het paard had ik helemaal niet vooruit. Dat voelt goed, toch? Nou, het is echt weer even wennen hoor. Oh. Even aansporen, Niels. Huh? Even aansporen. Stop. Lopen. Ik heb er niet zoveel zin in vandaag, denk ik. Ga. Volgens mij is het een beetje ziekjes hoor. Draf. Het gaat al beter, Niels. 8 jaar geleden was het wel anders. Weet hij echt goed? Ja, ik kon echt goed rijden. Maar hier is even inkomen. Paard weet niet wat hij moet. Nee. Been geven. Een teugel is iets loslaten als je been geeft. Want je trekt ook aan de rem. Ik merk dat het misschien beter is om nog even een paar les te nemen. Toch? Om even in te komen. Ja. Deze paarden zitten goed voor jou. Ja. 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 In ieder geval wel hartelijk dank voor jullie tijd. Graag gedaan. Holy shit. Dit was gênant, joh. Ik schaam me redelijk vaak voor jou, maar vandaag was het wel echt extreem. Ja. Nee, die mensen moeten wel denken, joh, wat is dat voor een enorme droplul. Je was ook aan het opscheppen in het begin, hè? Dan maakt het ook niet heel veel beter, of zeg maar. Ik heb hem dus niet eens in fucking draf gekregen. Hij liep wel 3 meter, toen stopte hij wel weer, ja. Maar goed, ik heb €26 bespaard, een les. En ik heb toch 3-tal dingen geleerd. Ja. Ik weet dat als je vooruit wil, dat je er moet aanzetten. En je moet de teugels kort houden. En je moet heel zelfverzekerd op een paard zitten, want anders voelt dat paard angst. Ja, nou ja, ik ben heel blij dat je hier nog iets van hebt opgestoken. Ja. Vond je het nou een leuk filmpje? Vergeet niet even te abonneren. Like ons ook op social media. Instagram zijn we heel actief op. Mm-hmm. Twitter eigenlijk helemaal niet. Nee, en Facebook Snapchat wel. Ook wel weer een beetje. Dus liken. Tot volgende week. Tot volgende week.